En het is nu 8:15. We hebben 5 hectare gerooid. Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van ons boerenleven. We zijn altijd gewend als het graan eraf is om dan groenmesters te zaaien. En voor die groenmesters uit doen we eigenlijk altijd vaste mest spreiden. Alleen op dit moment is de vaste prijs naar mijn idee te duur. Dus ik heb wel vaste mest en ik heb een behoorlijk aantal kilo's vaste mest al thuis gekregen. Maar de rest van de voorraad die ik nog over heb, stikstofgebruikersruimte, die ga ik nu aanvullen met rundveedrijfmest en varkensdrijfmest. Dus een mengeling van die twee. Dus van koeien, drijfmest en van varkensdrijfmest. En dat is gemengd om twee redenen. Ten eerste omdat rundveedrijfmest is veel te dik om te verpompen. Dan krijg je het niet verpompt met de sleepslang. Ik wijs wel die kant op, ik weet niet of je het kan zien. Maar dat is de vrachtwagens. En daarachterin is de sleepslang draaien. En ten tweede, rundveedrijfmest, die stikstof is veel langzamer dan de stikstof van varkensdrijfmest. En als ik er nu groenmesting op wil zaaien, dan wil ik snel stikstof hebben om ineens mijn groenmesting aan de gang te kunnen krijgen. Dus dan zit er varkensdrijfmest in om die stikstof vrij te laten geven voor de groenmesting, die dan ineens aan de gang kan gaan. En dan voor later in het seizoen is dan die stikstof weer beschikbaar vanuit de rundveedrijfmest. En dan gaat er degene ook nog eens een keer hierna stalmest op, en dat is dan weer voor volgend jaar. Dus ik doe een gedeelte rundveedrijfmest, varkensdrijfmest en stalmest. En om een goede hoeveelheid organisch stof toe te voegen en een fosfaatruimte te benutten en stikstof voor de planten. Dus ja, en morgen komen ze dan vaste mest spreiden en dan ga ik ook gelijk groenmesting zaaien. Zoals de planning nu eruit ziet. Ik ga weer beginnen met een van de dingen die ik eigenlijk wel. Of een van de dingen die ik wel heel leuk vind om te doen op het bedrijf. En dat is zaaien. Ik ga nou een groenmesting zaaien. Op de blok waar ze gisteren drijfmest hebben gereden. En waar ze op dit moment, even te zien is. Nee, is niet te zien. Waar ze op dit moment vaste mest aan het rijden zijn. Maar ik heb vanmorgen de hele morgen in de schuur bezig geweest. Want de buurman die heeft gevraagd of ze bij ons wat aardappels in de kisten mogen draaien. Dus ik heb op de kistenvuller, op de heftruck gezeten voor de kistenvuller. Heb ik niet gefilmd, omdat het even te druk was. En dan denk ik dat ik te laat ben om een goed filmpje te maken van het mest spreien. Maar ze rijden nog wel. Maar tegen de tijd dat ik mijn drone heb geïnstalleerd of buiten een rondje heb kunnen filmen, zijn ze weg. Want ze zijn de laatste stukjes aan het doen. Dus dat doen we dan op een volgende blok alweer. In ieder geval, ik ga even kijken of ik mijn zaaimachine afgesteld kan krijgen. Groenmesting te zaaien. Ik ging dus groenmesting zaaien. Maar een boer bedenkt zich wel eens. Ik vond dat de grond niet los genoeg was om groenmesting te zaaien. En de rotorkopberg die we nu hebben, zijn wat aanpassingen aan gedaan, waardoor het ook niet helemaal lekker werkt. Dus, ik heb nu de Lemke krat erachter gehouden. En ik ben nu eerst de bovenlaag aan het losmaken, zodat ik een wat diepere losse laag met losse grond heb. En daarmee wil ik ook eerst even die vertering op gang brengen van de vaste mest en de stroresten. Ze gaven in instantie regen af voor aanstaand weekend, maar die regen is weg. Dus daarom durf ik dit wel. Want als je dit doet voordat je regen krijgt, dan ga je modder krijgen. Ze noemen het ook wel moddermakers. En als hier regen op komt,
Dan wordt het bovenste laagje op modder en dan kom je er niet meer aan toe om daar nog wat aan te doen. Dus het is wel belangrijk als je dit doet, vind ik, dat je er dan droog weer op hebt, zodat je er later ook nog wat mee kan. Dus ze geven geen regen meer af. Hopelijk komt het dan ook niet. En dan kan ik nu de boel inwerken en zorgen dat alles op tijd ingewerkt is. En als dat dan gedaan is, dan kan ik volgende week de groene mesting erin zaaien. Dat is tenminste het idee. En dit schiet in ieder geval wel lekker op. We krijgen maar 10 km per uur. Dus 3 hectare per uur. Nou, dan doe je wel wat. Dus dan misschien vanavond deze blok klaar krijgen. En dan volgende week zaaien. Ja, en dan ben je groenmesting aan het zaaien. En dan ben je landbouw klaarlagen. En dan zit je ineens weer te rooien. Ik doe elk jaar bij de buren hun aardappels rooien, of een gedeelte van hun aardappels rooien. En dat zijn vroege aardappels. Dat zijn zogenaamde jazzies. Dat zijn hele kleine aardappeltjes die bedoeld zijn voor in de oven. En die lagen al een paar weken dood. En die moesten gerooid worden. Dus de rooien stond gereed, gelukkig. Al uiteraard voor gezorgd. Nu mogen we even een anderhalve dag rooien of twee dagen rooien. Even kijken hoe lang we erover doen. Hier ga ik niet veel van filmen. Ben met iemand anders bezig. Dus ik wil me eigenlijk volledig concentreren op het rooien. Ik wil het zo goed mogelijk doen. Beter dan bij mezelf. Ik wil het zelf ook zo goed mogelijk doen. Ben ik bij mij een ander bezig. Dus filmpjes van het rooien die komen later dan wel. Het gaat ook best hard, dus dan moet je wel goed concentreren, vind ik. Het is nu 9:15 en vanmorgen om 8:30 ben ik begonnen met rooien. Normaal begin ik altijd vroeger, maar ik had vanmorgen even wat andere dingen te doen. En het is nu 9:15 en we hebben 5 hectare gerooid. Dat ging ongelooflijk hard en snel en goed. Maar ook al een keer. Het is wel een behoorlijk verschil ten opzichte van die 0,5 hectare per dag die we vorig jaar hadden tijdens het seizoen. Goed. We hebben toch nog een paar filmpjes kunnen maken. Dus hier nog een kleine indruk van wat er, hoe dat ging vandaag.
Het andere perceel waar we tarwe op hebben gehad, dat laatste perceel wat geoogst is met de tarwe, hebben we ook mestopletterijen. En ook die moeten ingewerkt worden en dat doen we ook met de lemkenkarat. Dus ik ben nu met de lemken bezig en ik heb... Voorop hebben we de bak nog zitten. En dat is voor het gewicht, om een beetje gewichtsverdeling te hebben, zodat de trekker een goede trekkracht heeft. En ja, als ik straks de lemken klaar ben, dan ga ik ook weer terug zaaien. Dus ik laat de bak er gewoon op zitten. Ondertussen heb ik nog wel een paar mooie filmpjes kunnen maken van het met de krat werken. En ik heb gisteren aardappels gerooid. En ik had zelf geen ruimte of tijd of mogelijkheid om te vliegen met mijn drone, omdat het allemaal hard ging. Maar er was gelukkig wel iemand in de buurt die gefilmd heeft. Dus dit keer een primeurtje. Geen dronefilmpjes van mij, maar van iemand extern die een dronefilmpje kwam maken en ik zijn beelden mag gebruiken. Dus ja, bedankt daarvoor.